Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En als je nieuw bent op ons kanaal, join de DTL's ook wel door hieronder te abonneren. En volg ons op Instagram en op TikTok. Vandaag hebben we rare dingen die alle BFF's doen. Dus alle best als friends. Als jij een allerbeste vriendin hebt, ook al zijn wij zusjes. Als je een allerbeste vriendin hebt, zou je deze als het goed is moeten herkennen. Dus laat vooral even weten welke jij herkent. Terwijl je de video kijkt, zeg maar. Als je dat wat ik bedoel. In ieder geval, laten we beginnen met de video. Hey meis! Hey! Oké, okay, heel even. Het is even tijd om eventjes mijn frustratie te delen. Nou, kijk. Ik weet niet of jullie dat gezien, maar misschien wat zijn we vandaag aan het. Oh ja. Die jurk komt echt. Ben je een oud wijf of zo? Ja, oh my god. Maar kijk, ze heeft ook. Kijk, ze heeft best wel een. Ja. She's curvy. Ja, ze is wel curvy. Ja. Maar ze heeft wel een platte buik, maar dat valt wel zo weg. Ja, kijk, als kijk, je nou wat. Het is gewoon niet verteerd. Kijk, tuurlijk, ze moet het zelf weten, maar van. Ze moet het zelf weten, ja. Maar ze leek echt op een vuilniszak. Sorry dat ik het zeg. Oh my god, we zitten gewoon met elkaar in. Daarom zijn we best vrienden. Wij zien er ook altijd fantastisch uit. Ja, maar ik bedoel, wij zitten ook gewoon tegen elkaar zeggen als we onze vuilniszak uitzien. En ik bedoel, zij heeft niet vrienden om het tegen te zeggen. Dat is gewoon zielig. Eigenlijk moet ik haar helpen. Maar ja, dat doen we er wel met je achterna kijken. Om te kijken hoe het eruit ziet. Ja, dan heeft ze de hint ook wel door. Ik zou met mijn bestie gaan. Even een foto sturen. Maar ja, kan wat lelijker. Ja, send. Wat een foto is heel erg. Wel, ik kan beter, ik kan beter. Oh my god, cute. Oh, die is echt erg. Wacht. Oeh, ben ik zo lelijk? Send. Nee, ze overtreft me de hele tijd. Oké, okay, het moet beter, het moet beter. Eeuw, eeuw, eeuw. Ja, wacht maar. Die kan ik ook. Doe even het allerleukste wat ik kan. Oh, ik weet echt wat ik aan moet doen. Ik kijk overal zo dik in. Dit is niet leuk. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Het is allemaal leuk, maar niet voor mij. Hoe heb ik dit ooit kunnen kopen? Kijk wat bestaat. Bessie! Bessie! Ja? Help! Oh, nee, het is weer zo gaar. Wat is er schoon? Kijk hoe dik ik ben. Ik bedoel, lijk je er dik in? Nou, kijk. Ja, hier lijk je dik in. Heel erg. Ik wist het! Maar, je bent niet dik. Oké. Okay. Dit is gewoon een vertekend beeld van wat jij bent. Dus... je doet iets anders nu aan, want dit... nee. Oké, okay, wacht. Misschien kan ik het anders stylen. Oké, okay, en als ik hem zo heb... beter. Ja? Ja. Oh, gelukkig. Oké, okay, ja. Laten we nu naar mijn crush toe gaan. Nog steeds een beetje dik, maar... girl, girl, girl. Wat, daar wat, is wat? Die, daar is die. Mijn crush. Oh my, oh my god, god. Zou, yeah. Zou ik hem aflopen? Ja, is goed. Heb ik wat tussen mijn tanden? Ik heb net broccoli en zonder mij gegeten. Wacht even. Ik zie letterlijk... je tanden wat je hebt gegeten. Meid, haal het even weg. Heb je een tandenstoker? Nee. Oh, man. Ik heb wat bij me. Heb je wat de tandenstokers? Oh, kijk, ik ben een autootje voorbereid, hè. Oh my god. Moest ik zonder je? Ja, yeah, I know, right? Oké. Okay. Dankjewel. Oké, okay, succes, succes! Hey, ik heb maar niet gevonden om erachter te komen of je vriend, of nou ja, je toekomstige vriend je echt leuk vindt. Oh my god, okay. Echt? Ja, dus. Als eerste, wat was de Instagram nou ook alweer? Dus okay. Ik wil weten. Rick van der Maas. Ja, oké, okay, ik heb hem gevonden. Ja, hij is knap, hè? Ja, als jij dat vindt, prima. Hij is voor jou, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, chatbericht sturen. Oké. Okay. En ik zit natuurlijk op mijn star-account, en niet op mijn eigen. Oké, okay, goed, je zit op Lexi 502, toch? Nee, op de ander. Lucy 538, toch? Nee, die andere. Oh, nou, maar... nee, wacht, het maakt het niet uit. Sarah van de Steenhoven, dat was het. Nee. Ja, de ander. Oh. Ik heb er veel. Weet je, want je kan niet mensen vaker met hetzelfde account pranken. Oké, okay, ja, dus ja, ik ga het gewoon... hoi. Oh my god, wat ga je dan doen? Gewoon met hem flirten en dan kijken of je erop ingaat. Want ja, als je merkt dat hij niet geïnteresseerd is... en ik kijk hoe knap de profielfoto is... it's me. Ja. Dan een soort van... yes, girl. Nou, het is gewoon van het internet hoor. Maar in ieder geval,
dan weet je dit. Want als hij het interesseert, dan vindt hij iemand anders leuk. En dan misschien ben jij het wel. Dus als hij een player is, gaat hij er helemaal op in. Ja. En als het niet is, dan weet je gelijk, hij is voor jou. Gaat er wel een beetje op in. Ik weet niet of hij het juist is voor jou. Want ik bedoel, hey beautiful met een hartje. Niet erg vriendschappelijk. Beetje flirterig. Ja. Is er misschien iemand anders die je leuk vindt? Oh ja, ja. Ik heb Oké, laten we die dan wat sturen. Ik vind Koen Schemerlicht leuk. Peter Kabaski. Zeker, Koen Schemerlicht. Vincent Petersen. Laat ik even kijken. Ja, die is wel knap, hè? Hij staat alleen wel dat hij zeg maar een hartje met een datum. Oh shit. Je moet wel goed je crush onderzoeken. Maar dat doe jij voor mij. Oh ja, vergeten. Ruik je dat mijn oksels stinken? Je oksels? Ja. Oké, het gaat nu net een beetje raar. Oh my god. Girl, ik ga zo door je winterjas. Gewoon door mijn jas heen? Ja. Oh my god, ik moet nu naar huis. Pak mijn shirt. Ik hou het vandaag. Snel! Girl, kom eens even. Wat is er? Oh my god! Het is heel erg. Oh nee! Wat is het doen? Weet ik veel! Doe normaal! Oké, rustig. Dit is heel gênant voor jou. Dit is heel gênant. Dit is heel gênant. Ja, ik weet dat het heel gênant is. Vraag uit of iemand een vest heeft. Oké. Zoek een vest! Dat is echt het enige wat je kan doen. Oké. Kun je zo staan? Oké. Alright. Ja. Nou. Oh, de blaadjes. De blaadjes. Ja, ja. Goed ervan. Gooi ze. 3, 2. Oh! Oh my god. Oh my god. Opnieuw, girl. Op de groep. Leuk vond. Vond je het nou leuk? Doe dan vooral een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren als je dat niet gedaan had. Volg ons op Instagram en TikTok. En ja, tot de volgende keer. Doei!